een huisman. Huis is schoon, eten gekookt. Ja, de was doen en dat soort dingen horen er nou eenmaal bij. We hebben weer een nieuwe gast in de zitzak en dat is vandaag... Kjell Scherpen. Kjell, sinds deze zomer zit je hier bij Ajax. Je komt over van FCM. Ja. Wat dacht jij toen Ajax interesse in jou toonde? Nou, dat is natuurlijk een enorme eer. Ik denk dat elk klein jongetje van kleins aan... Klein. Wil. Toen ik nog klein was, zeg maar, droomde van dat een topclub interesse in je had. En dat het zo daadwerkelijk zo was, was natuurlijk een moment van heel veel trots. Kwam je even de eerste dag hier, jouw eerste training, jouw eerste moment. Hoe groot was het verschil? Ja, dat was wel een spannend moment, maar ik moet zeggen, toen ik hier was, eigenlijk gelijk de spanning wel een beetje weg was en ik gelijk goed werd opgevangen. Laten we hier gaan zitten, randje 16. Zit het een beetje? Comfortabel. Hetzelfde hoogte, dus ja, prima. De eerste. Dit is mij meegevallen aan mijn overstap naar Ajax. Toch het verlaten van familie, vrienden, dat soort dingen. Ik ben samen met mijn vriendin gekomen, dus dat is ook wel, scheelt ook wel een boel natuurlijk. Ik zie ze nog vaak genoeg, dus nee, dat gaat prima. En hoe bevalt dan het samenwonen? Ja, goed eigenlijk. Beter dan verwacht misschien wel, maar als ze laat van werk is, dan heb ik het eten klaarstaan. En als ik laatst een training kom, is zij het eten klaarstaan. Dus de afspraken zijn goed. Wat maak je dan? Wel een beetje van alles wel. Ik ben wel liefhebber van rijst met kip en ook wel pasta's. Hij is gewoon huisman. Hij is gewoon een huisman. Nee, huis is nee, schoon, nee, nee. Eten gekookt. Ja, de was doen en dat soort dingen horen er nou eenmaal bij. In deze film had ik graag de hoofdrol willen spelen. Harry Potter. Ja. Als? Als Harry gewoon, ja. Ja, 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 ja. Wel? Ja. Nou ja, kijk, het, eigenlijk is het best een sulletje, zeg maar. Maar uiteindelijk, als je dan de laatste aflevering kijkt, dan is het wel een man geworden die alles overwint. Dat vond ik wel mooi om te zien. Met deze teamgenoot overleef ik nooit op een onbewoond eiland. Het wordt dan Jurgen Ekkelenkamp. Waarom? Nou ja, ik heb gehoord dat hij toch thuis... hij woont net al op zichzelf, met zijn vriendin volgens mij ook. Dus hij moet de dingen nog een beetje leren, volgens mij, als we... Als de was en dat soort dingen. Dus, ik denk als hij onbewoond eiland, dan moet ik hem redden, denk ik. Hij kan bij jou in de leer, want jij kookt, jij was. Ja, bij deze een oproep. Jurgen, als je hulp nodig hebt, kan altijd bij me terecht, jongen. Dit vind ik het leukste aan zo lang zijn. Kijk, we zijn even gaan staan. Ik ben dus 1,65. Hoe ver moet de cameraman nu naar achter om ons samen in beeld te krijgen? 2 meter. Nou, ik denk wel 3. Is een behoorlijk verschil tussen ons. Wat vind je het leukste aan heel lang zijn? Nou ja, goed, ik heb eigenlijk meer dingetjes wat ik niet leuk vind, maar... Maar jij kunt wel overal bij in de supermarkt. Ik moet iedereen altijd alles vragen. Ja, dat klopt wel, ja. Dit is mijn doel, dit seizoen. Dit seizoen gewoon ontwikkelen en wil ik aan het einde van het seizoen me zodanig ontwikkeld hebben dat misschien volgend jaar nog mooiere dingen kunnen gebeuren. We gaan zitzak werpen. We gaan hem gooien, ja. 14 meter 30. Hij is binnen. Echt knap. Dankjewel. Veel succes dit seizoen. Dankjewel. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.